Boudewijn, iets met je? Nou, ik ben wel een beetje uitgeput. Gisteren zaten we nog in Buenos Aires. Vannacht zaten we in Santiago, Chili. Even langs het Paleis van Allende is neergeschoten. En nu zitten we dan op het eenzaamste eiland ter wereld, Paaseiland. Geregend de laatste dagen, god, zijn hier bij het hotel. Maar daar zijn we natuurlijk niet voor, hè. We zijn hier natuurlijk vooral voor die beelden, die mythische beelden. Waar 1000 theorieën over zijn. En weer 1000 theorieën die theorie tegenspreken. En ik heb niet de illusie dat ik dat zou uitleggen, hoor. Maar okay. Ja, het is iets dat houdt je al bezig vanaf de jaren 50, hè. Door Heyerdahl, Aku schreef erover het boek. Las ik in vertaling toen ik 12 of 13 was. Het is echt het goed controleren van de jongensdroom waar we mee bezig zijn. Voorlopig is het chaos. Ja, maar dat maakt het ook wel leuk. En dit is het hotel dus. Nou, laat maar even eruit gaan. Dit is de hoofdstad van Paaseiland, Hangaroa. En dit is de hoofdstraat. Het is niet veel. Maar Paaseiland is ook heel klein. Het is 160 vierkante kilometer. Een paar duizend mensen en er is bijna geen vervoer. Je kan hier bijvoorbeeld niet zomaar een autootje huren om lekker rond te scheuren. Er zijn namelijk geen wegen. Paden zijn er. Van die paar duizend inwoners, schat men, zijn er nog maar 10% echt Pascuanen. Echt afstammelingen van de oude Paaseilanders. En de rest van de bevolking is afkomstig uit Chili. En een aantal zijn er afkomstig uit Papeete, Tahiti. Je moet hier natuurlijk niet komen voor het vertier en voor de disco. Je gaat natuurlijk op zoek naar de beelden. En ik zou eigenlijk willen voorstellen, dat ik nou zo lang naar verlangd heb en zo lang in de boeken zitten kijken van Thor Heyerdahl. Zullen we nou maar direct naast die grote rij beelden gaan kijken. Er kwam even een niet afgesteld brommertje voorbij. Maar als we even de gids vragen of hij ons direct erheen peest. Okay. Maar het is niet groot, het is niet groot. Het eiland is 160 vierkante kilometer. Dus het langste wat je kan rijden is 15 kilometer. Kom op. Centrum, dus kun je je voorstellen dat ons te wachten staat buiten het centrum, dus aanhalingstekens. Nou, dit is dus de haven. En die werd vroeger gebruikt natuurlijk veel. Maar toen was het echt wel eenzaam, want het duurde weken voordat je hier was, nog tot diep in de jaren 60. En nu hebben ze dus die luchthaven. En nou hoeven ze niet meer zo lang te wachten op hun voedsel, want wij zagen toen we aankwamen ook allemaal dozen gebracht worden met voedsel. Het is ook een heel klein haventje, kon er natuurlijk ook maar met trekken kleine schepen in. Is dit, hè? Jezus.
Het is nog echt honderden plaatjes over gezien, maar het is veel imponerender nog dan ik dacht, zeg. Nou ga ik de sfeer een beetje verpesten. Het is gerestaureerd, hè. Maar wel, daar stond het op die plek, heb ik gelezen in de boeken. Loopt een beetje die kant op, ja. Zijn ze er neergezet? Nee, ze hebben daar op die plaats gestaan. Maar ze waren omgevallen. Er is een immens raadsel over de omgevallen en de staande beelden. Toen de eerste reizigers hier kwamen, stond nog heel veel overeind. 50 jaar later kwam er weer iemand, lag bijna driekwart op zijn kant. En mijn vermoeden is dat tussen het eerste bezoek en het tweede bezoek van Europeanen hier, er immens een veldslag heeft gewoed tussen de twee stammen. Die werden genoemd de korte oren. Die hadden allemaal dingen zo in oren dat ze heel lang werden. Dat waren de lange oren natuurlijk, de lange oren en de korte oren, om maar zo te zeggen. Er schijnt ook sprake te zijn geweest van cannibalisme. Maar ik weet het niet. Maar ik moet even naar hier. Ik moet even goed bekijken. Het is zo raar. En ik denk dat het raarste is omdat je niet weet waarvoor ze zijn. Waarvoor ze bedoeld zijn of waarvoor ze gemaakt zijn. Of ze weten nog niet eens of het goden zijn of mensen. Men neemt nu aan dat het mannen zijn en geen vrouwen. Maar sommige van die beelden hebben een beetje dit. En daarmee heeft men aangenomen dat dat de vrouwen waren. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Die hadden gewoon een beetje geprononceerde mannentepels. Maar ik praat nou maar al die theorieën een beetje na. En dat is ook het probleem. Het is op Paaseiland. Ik ben er net een paar uur op het eiland hier. Ik moest er direct heen natuurlijk ook. Ik geloof niet al die theorieën. Niet die van Deneke theorie dat ze hier door cosmonauten zijn neergezet. Of dat het... Dat ze uiteindelijk... Ik weet niet waarvan de Paaseilanders allemaal beschuldigd zijn... maar ze komen uit Indonesië, uit Thailand, uit Peru, uit Noord-Amerika. Het zijn vikingen. Alle theorieën die gaan voor ze op. Ja, ik weet het niet. Ik kan er ook nooit wat over vertellen. Maar ik geloof dat je er gewoon naar moet kijken. En dan gebeurt er mij, en ik denk dat het jullie ook gewoon gebeurt... Dan kijk je naar, denk je, dit is toch echt heel erg raar. Een beetje dichterbij gaan. Ja. Een beetje aanraken, die jongens. Ja, lopen we naartoe. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar zo eigenaardig vind ik dat. Het lijkt wel alsof ik in een televisieserie meespeel. Vroeger in zo'n jaren 60, in jaren 60, al die documentaires zien over eenzame eilanden met fantastische dingen die je nooit te zien krijgt. Nu sta ik er zelf voor. Een soort hele rare vervreemding werkte. Alsof ik zelf meedoe aan een televisieserie. Of alsof ik ook zit te kijken naar mijn eigen televisieserie. Zo gek vind ik dat. En Ik begrijp nou eigenlijk pas voor het eerst echt, waar ik wel eens dacht, die boeken over Paaseilanden, gedoe, gemythologie. Ik word niet gelovig. Maar ik heb toch iets van, waarom doen die jongens dat nou, die Pasken? Waarom hebben ze dat gedaan? Ze weten nog ineens of dit 50.000 jaar geleden is neergezet, 5.000 jaar geleden of 2.000. Men schat nu zo tussen de 5 en 2.000 jaar geleden. En dan kan ik me voorstellen dat de eerste man die hier kwam, moet ik even bij zeggen, ik denk dat er ook nog iemand anders, Dave is een Engelsman die eerder is geweest, maar men neemt algemeen aan dat Roggeveen de eerste mens op de wereld is die deze cultuur zag. De eerste Europeaan natuurlijk dan. Dat is een Nederlander. Dat is een Nederlander, Roggeveen. En die kwam hier aan op Pasen 1772, daarmee het Paaseiland. En moet je voorstellen dat die Roggeveen hier kwam en die zag daar mensen die geheel naakt waren, zoals hij schrijft, vrolijk, huppelend en dansend. En ze schrokken van de spiegeltjes, ze schoten weg. Ze dachten, wat is het? Ik zie mezelf. En vervolgens zag Roggeveen deze beelden staan. Allemaal rechtop, bijna allemaal rechtop toen nog. Zoals deze nu weer rechtop staan nadat ze omhoog zijn gezet weer. Dan vraag je allerlei dingen af. Wat dacht Roggeveen die echt de eerste is? En daarom is het verslag van Roggeveen zo interessant. Alle andere latere verslagen zijn beïnvloed door eerdere verslagen. Die hebben die gelezen wat anderen ervan hebben gezegd. Maar Roggeveen was echt de eerste die het zag. En daarom zijn verslag zo interessant, die totale verbazing die hij eigenlijk heel naïef opschrijft, Roggeveen. En dat maakt Roggeveen zo'n aardige reisschrijver. En dan is er natuurlijk nog een frustratie.
die gek, die ging er vanaf het eiland. En die ging verder naar Indië of zoiets. Terwijl wij dat hadden kunnen hebben. Ook dit eiland hebben we laten liggen. Dat vind ik droevig. Ik had het best dat dit voor ons was, toch? Paaseiland van ons. So here's a cave. Yeah, this is a natural cave of island. And the people use, the old people use for living here to protect the another tribe of the island, make a food in here, mm-hmm. sleep, everything. How many tribes are on the island? Cave? The tribes, how many tribes? 12. 12 tribes? The important tribe is 12, yeah. I said to you about the cannibal cave. You said, no cannibals. That's fake, that isn't true. Yeah. Tell no, me. In the island have no cannibal. But in century 14, approximately, yeah. have many worm. But in this period, the people eat it because if no many food in the island. That's cannibalism. But it's only for 2 or 4 years. But it's no principle. Oh, it's no principle. Yeah. It was natural, there was a very bad time, there was no food, uh-huh. and they were in danger, and so they ate people. Ja. Oh, zijn jullie er weer? Ja. Ik was even weggeschoten. Ik heb toch een boekhandel ontdekt hier. Dit is een boekhandel 378 na Christus. Yeah, what do you mean with AD 378? The foundation of the bookshop. Do you understand me or not? What? No. Look at you. I see the bookshop is 1500 years old. I see here the bookshop established 378 AD. That's not true. No comment. Nee, dat ziet niet goed. Ik kan wat kijken, Paula. Pas mooi met die bontjas. Nee, jongen. Ik moet gewoon een beetje een suf petje hebben. Het is zo heet hier. Ik verga echt van de pijn. Nu heb ik een hele rode nek hier. Dit dan? Wie me zo Nederland op de buis zetten? Nou, maar ook een vijand van me. Nou, dit is grappig. Ja? Vanavond allemaal gaan we studeren. Dat jullie morgen een fijne dag hebben, dat ik allemaal kan zeggen. En dat is dit, en dat is dat. En als jullie moeilijke vragen zeggen, oh, dat weet ik. En toch klagen ben ik bang. Banana. Uno banana. Hier, dat moet niet. Nice. Lekker. Nee. God zeg, het is echt slopend. Het is nu 16:30. We hebben nog ineens zo hard gewerkt en zo lang. Maar die hitte, Jordi, dit is gek. Mijn nek is gewoon. Kan je het zien? Ik heb een pin gekocht. Vreselijk. Zon staat hier loodrecht op je body. Bananen. Pinguino, Ali. Ja, dat is één. Banana. Ruik. Ja, ik wou dat nog mee.
Lekker, hè? Heerlijk. Dat is nog echt, het groeit hier achter die beelden. Boudewijn? Ja. Waar zijn we? We zijn hier. En ik heb de kaart nu zo gelegd dat daar, kan je hier zien, daar is precies het noorden. Dus achter jou is precies de Zuidpool. Als ik zo kijk, kijk ik precies naar het noorden. En is daar precies het zuiden. En hier zijn we dus bij beelden zoals het al even liggen. En die zijn natuurlijk gevallen. En hier zijn een hoeden. Dan zal ik eens proberen één zo'n hoed om te duwen. Daar hoef je dus nog ineens aan te beginnen. Dit is zo ongelooflijk zwaar. Kun je nagaan hoe ze die beelden hebben opgericht. Daar kan ik me nog een voorstelling over maken. Hoe je die hoed er los op krijgt. 15 meter hoger, dat begrijp ik dus niet. En als je er even op die kaart kijkt. Hoeveel ze er hebben neergezet. Al die beelden staan voor één of meer beelden. Soms zijn het er vijf. Al die hier met hoeden. Hier zijn dus die gevallen hoeden. Hier zitten we nou. We hebben nu gereden. Kan je dat even volgen dan? Ik kijk even rond. Ja? Maar ja? Kan je even kijken hoe we gereden? Kom maar. Ja. Hier zijn we het hotel. We zijn zo gereden. Zo zijn we hier nou aangekomen. Deze plek. Ja, ik sta hier in een klassiek landschap dat bijna iedereen van de plaatjes kent. De ingegraven beelden. Ieder kwartier dat je hier bent, wordt het spannender en spannender. Je begrijpt er steeds minder van. Achter dit klassieke landschap staat de grote berg en dat is lavagesteente. En uit dit lavagesteente zaagden de Pascuanen hun beelden. Nou, dat valt nog te begrijpen. Hoe valt het in godsnaam uit te leggen dat ze die beelden hieruit zaagden? En dan vervolgens zonder touwen, zonder wielen, zonder beesten, zonder machines over heel het eiland verspreiden. Het is een onvoorstelbaar groot raadsel. Deze hier is 23 meter lang. Die is half af. Die is van onder nog niet losgemaakt. Nou, en dat is nou een van die raadsels. Opeens zijn ze hier opgehouden met deze beelden te maken. Ze zijn niet opeens verdreven. Ze woonden hier nog steeds. Opeens was die godsdienst, tussen aanhalingstekentjes, zeker over. Of ze kregen ruzie met elkaar. Of er ontstonden ziektes. Niemand weet het. Ik ga proberen nog een stukje naar jullie toe te komen.
Ik krijg steeds meer bewondering voor die Pascoaan. Hier zaten ze aan te hakken. Maar nou, altijd zomer hier, heet en maar hakken. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Nou, hier is een van de weinige stukjes eiland waar er bomen staan. Palmbomen. Niet eerder gezien, volgens mij is dat echt het enige stukje. Het eiland werd door alle mensen die hier voor het eerst kwamen als ongelooflijk dor, ruig en je kon er verder ook niks mee doen. En dat is waarschijnlijk de reden dat Roggeveen het heeft laten liggen. Cook heeft het ook niet geclaimd. En pas veel later hebben een aantal staten het geclaimd. Frankrijk, Chili en Engeland een klein beetje. Uiteindelijk heeft Chili het in 1888 bezet. Maar daarvoor en daarna zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Zoals altijd in kleine eilanden is de bevolking de dupe. Je leest al bij Roggeveen dat er daar 10 Pascoanen dood worden geschoten, terwijl ze eigenlijk niks kwaadaardigs deden. Daarna lees je vaak in de walvisliteratuur dat de walvisvaarders hier langskwamen, legden hun boot hier voor de kust. Vrouwen kwamen enthousiast aanzwemmen, het was een soort sport om die vrouwen neer te schieten. En het ergste wat dit eiland wel heeft getroffen is de Peruviaanse slavenhandel en het wegvoeren van mensen naar andere plantages. Over die Peruviaanse slavenhandel dit. Men denkt meestal dat de slavenhandel is ontstaan in de 16e en 17e eeuw. En vooral dat Nederland er schuld van is. Is ook zo. Maar de Peruvianen hebben nog in het midden van de 19e eeuw een enorme slavenhandel hier opgezet. Ze haalden Pascoanen van Paaseiland af. En brachten die naar de Chili-eilanden voor de kust van Peru en Chili. Dat wil zeggen, daar moesten de Pascoanen graven naar guano. Daar gingen ze aan dood. Door al die dingen bij elkaar, door het schieten, door het gebruik als slaven, door het wegvoeren, is bijna 90% van de bevolking verloren gegaan. Echte Pascoanen, onvermengde Pascoanen zoals dat heet, die bestaan bijna niet meer. Dus alle grote bouwwerken die we hier zien, is het werk van een volk dat niet meer bestaat, dat op een ongelooflijke gemene manier is uitgeroeid. We staan hier dan, als we even een stukje doorlopen, bij een van de meest machtige bouwwerken van de Pascoaanse cultuur. Dat zal ik eventjes op de kaart laten zien waar we zijn. Hier kunnen we het zien, hè? Ja, toch? Ik kan het zien. We zijn hier. Dit is het eiland, hè? En we zijn hier bij, ik zal zo even deze baai. Daar zijn we. En dan staan er 4 met hoeden op. 2 hebben hun hoeden waarschijnlijk verloren. En er staat eentje apart. En dit zijn de monumenten van een cultuur die op een schandelijke wijze behandeld is. Dit heeft de gids mij geleerd. Dit noemden de Paaseilanders de navel van de wereld. En hier ontleenden ze kracht aan. Dan deden ze dit dus zo. En dan hadden ze contact met de aarde en alle geheime magische dingen. Ik voel dus niks. Maar ik heb een boekje bij me. Dit is ongeveer de plek waar Roggeveen geland is. De eerste dus die de Paaseilanders zag. De eerste westerling. En het is zo aardig hoe je dat beschrijft. Een beetje goed opletten, jongens. Het is een beetje raar Nederlands. Wat de godsdienst deze mensen betreft, daarvan heeft men geen volkomen kennis. Wegens de kortheid van ons verblijf, want Roggeveen was hier maar heel kort, hè, uit zijn bootje hierin en toen gauw weer er weg, konden bekomen. Alleenlijk hebben wij opgemerkt dat zij voor enige bijzondere, hoog opgerechte stenen beelden vuren aansteken en vervolgens op hun hielen nederzitten met gebogen hoofd, brengen zij het platte der handen samen, bewegen die op en nederwaarts. Deze stenen beelden hebben in het eerst veroorzaakt dat wij met verwondering aangedaan wierden, want wij konden niet begrijpen
hoe het mogelijk was dat mensen die ontbloot zijn van zwaar en dik hout om enige machine te maken, met schades van knoek touwwerk ook verstoken waren, echter zodanige beelden die wel 30 voet hoog en na proportie dik waren, hadden konden oprichten. Doch deze verwondering cesseerde met de ondervinden door het aftrekken van een stuk steens dat deze beelden van klei of vette aarde waren geformeerd. En hier zie je ook dat Hogeveen zich een beetje vergiste. Hij dacht oorspronkelijk dat die beelden van aarde waren, maar ze waren dus echt van tufsteen. Maar hij had wel in ieder geval goed opgelet dat ze allemaal rare gebeden, of rare, voor ons onbekende gebeden hadden. Dus ze brengen de platte handen tezamen en bewegen die op en nederwaarts. Op en nederwaarts. 1722 was dat, paaszondag, dat hij hier was. En nu ik. Dit is de Ranocau vulkaan. Die doet het al heel lang niet meer. En dit is een unieke krater met een vijvertje erin. En dit vijvertje vormt ook de drinkwatervoorziening van het hele eiland. Vulkanen zijn heel belangrijk geweest voor de geschiedenis van Paaseiland. Niemand heeft er ooit opgeschreven, niemand heeft ooit een herinnering gehad wanneer ze het gedaan hebben, die vulkanen. Waarschijnlijk meer dan 50.000 jaar geleden, maar toch zijn ze heel belangrijk geweest. Want doordat die vulkanen dat zachte gesteente naar boven spuwden, konden die beelden gemaakt worden. Want uit rotsen zouden ze nooit in staat zijn geweest die beelden te maken. Maar dit spul hier is betrekkelijk zacht. Dus deze vulkanen zijn er de oorzaak van dat er überhaupt beelden gemaakt kunnen worden. En die zijn er ook de oorzaak van dat men hier prachtige tekeningen kon maken in rotsen. Als je even meeloopt, dan heb ik hier een tekening ontdekt. Gewoon een steen, die ligt aan de weg, tussen de krater en de weg. En dit is, maar dat heb ik uit een boekje hoor, een tekening van een birdman, een vogelman. Nou, dat man is nog wel te begrijpen, maar dat vogel is een beetje moeilijk uit te leggen. De Paaseilanders hadden een typische vogelcultuur. Die vereerden vogels en vogels komen overal in terug. Ook in hun schrift. En het schrift van de Paaseilanders is wel het meest raadselachtige. Want het is een tekenschrift, een soort hiërogliefe. En als je 100 tekentjes hebt, zijn er zeker 40 vogeltekentjes bij. Waaronder de ibis. En de ibis heeft hier nooit geleefd en ook nooit gewoond. En wat ze nou bedoelen met dat tekenschrift, waar je hier een voorbeeld van ziet, dat weten ze eigenlijk niet precies. Maar ik helemaal niet, maar de geleerden zijn in ieder geval zover dat ze denken dat ze ongeveer met hun schrift iets wilden zeggen. Dat het dus niet letterlijk tekentje per tekentje iets betekent, maar een heleboel tekentjes bij elkaar, dat ze daar iets van iets religieus mee willen zeggen. En deze Birdman, dat was een van de belangrijkste mythische personen in hun religieuze leer, zal ik maar zeggen. En ik denk dat je hier dan iets van vleugeltjes hebt. En ja, hier is ik denk been. Ja, nee, hier zie je snavel. En hier lijf, vleugel. Denk ik zo. Zie je het? Snavel, kop, snavel. Lijf, vleugel. Nou, en ik volg de Paaseilandse literatuur nou niet iedere week. Maar wat ik er af en toe over lees is dat er zo één keer in de 20 jaar komt er iemand en die gaat het schrift weer uitleggen. En er zijn de meest fantastische vergissingen mee begaan. Het leukste verhaal wat ik erover ken is dat ze een Paaseilander, een hele oude vroeger, die liet ze zo'n tekeningen zien. Die zei ze, vertel eens wat het is, vertel een heel verhaal. Stelde ze een volgende oude Paaseilander en die vroeg ze ook, vertel jij het nou? Ze vertelde een heel ander verhaal. Wat bleek toen? Die Paaseilanders hadden uit hun traditie meegekregen dat ze nooit het echte verhaal moesten vertellen. De priesters hadden gezegd, als je gevraagd wat het is, dan vertel maar een onzinverhaal. We weten het dus gewoon niet. Dit is gewoon een rots aan de kant van de weg en daar denk dat dit 1500 jaar oud is. Wat staat er op je petje? Ja, dat is een nagemaakte rotstekening en dat heeft met vogels te maken. Ik zit er op de zuidwestpunt van het eiland en hier is een heilige plaats. Hier werden offers gebracht, hier was ook een zonnewijzer. Hier kon men zien hoe laat het was. Primitief, maar toch wel knap. En achter mij zijn een paar eilandjes en dat zijn de vogeleilandjes van Paaseiland. Ja, die waren heel belangrijk voor de Pascuaanse cultuur,
want dat heb ik al een paar keer verteld, hè, die vogels hier, die betekenden heel veel. En op die eilandjes zaten een aantal bijzondere vogels. En het was hier een sport om van deze rots hier af te kruipen, dan te zwemmen naar die eilandjes en dan eieren en vogels mee terug te brengen. En wie dan eerst terug was, die werd bijvoorbeeld de koning van het eiland. Dat is natuurlijk al heel lang geleden. Maar je kunt nog een heleboel sporen van die vogelcultus terugvinden hier. Als ik hier om me heen kijk, zie ik daar bijvoorbeeld op rotsen allerlei tekeningen staan. Blijft iets eigenaardigs dat er een heleboel vogels werden getekend die hier, voor zover men weet, nooit hebben gewoond. De vogels die nu op het eilandje zitten, die eilandjes daar, die zaten er toen ook al. En dat zijn betrekkelijk gewone vogels. Al die rare, obscure vogels zoals ibissen, hoe ze daaraan kwamen. Dat is nou weer een van die raadsels. En ik wil wel naar het eilandje toe, maar niemand wil me varen. Dus ik zal het van deze plek moeten bekijken en onbezocht laten, zoals zoveel eilanden in mijn leven. Sneak.